Ik heb hier van die, wat zijn het, plissé-gordijnen, een soort plissé-gordijnen heb ik hier hangen, van IKEA. Die dingen zijn een beetje slecht aan het worden. De helft gaat niet meer naar beneden. Ik heb hier ook een touwtje tussen. Want anders blijft ze niet hangen. Dus er moet wat nieuws voor komen. Ik wil er niet te veel geld aan uitgeven, want dat vind ik gewoon zonde, die gordijnen. Dus de zijkanten laat ik gewoon hetzelfde. Dus de goede die haal ik er tussenuit, die doe ik aan de zijkanten. En aan de voorkant heb ik rolgordijnen gekocht. Die dingen die moeten opgehangen worden en dan moeten eigenlijk weer gaatjes voor geboord worden. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel behoefte aan, want ja, hier, dit is ook een holle koker is dit. En ik ben bang dat als ik daar gaten in ga boren, dat de boel een beetje gaat lekken. Dus dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik monteer daar een plank op, een lat. En daar monteer ik de rolgordijnen op. Die lat die kit ik vast. Dan heb ik geen gaatjes, ook niet in mijn serre. En dat is volgens mij beter. Ik had nog van dat populiere hout over. Tenminste, volgens mij is het populiere hout, dat is heel licht. En daar heb ik 3 stukken van gezaagd, heb ik netjes afgerond. En die ga ik daar ophangen. Nou is het lastige dat die rolgordijnen zijn iets korter dan mijn hele serre. Dus ik haal aan elke kant een ruimte over. Heb ik net uitgerekend. In totaal hou ik 125 mm over. Dus dat gedeelte 2 is ongeveer een 6 cm aan elke kant. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Dus dat valt allemaal mee eigenlijk. Maar het komt er wel op neer dat de ruimte ertussen is 5 cm. Dat is best nog wel veel, maar goed. Het hoeft niet helemaal dicht te zijn. Ik bedoel, ik ben geen kluizenaar, dus als mensen tussen de kier door willen kijken, moeten ze dat doen. Het is voor mijn serre, dus zo spannend is het allemaal niet. Voor mij is het goed genoeg. Ik begin gewoon aan één kant. Ik meet hier 6 centimeter uit. Het is eigenlijk iets meer. 6 centimeter en 2 millimeter. Oftewel 6 centimeter. Vind ik goed. Nou ja, goed. Zo. Daar moet de eerste komen. En dat is deze. Je moet ze even in de gaten houden. Want dit is het rolgordijn. Dat is een apart systeem. Maar zodra ik dat ding erin druk, gaat hij afrollen. Dus er zit hier een beveiligingje op. En als ik er nou maar voor zorg dat die lip van die beveiliging voor mijn houdertje zit, dan gaat het goed. Dan kan hij niet afrollen. Dan gaat het goed, maar zodra ik hem, kijk, je ziet al dat hij een klikje doet. Zodra ik hem hier zet, dan gaat hij gelijk weer een stukje verder. Dus dat moeten we niet doen. Op zich een mooi systeem zo. En dat haal je er gewoon na de hand af. Dus als ik nou van tevoren die houdertjes monteer, dan hoef ik dat eigenlijk niet op die serre-rand te doen. Dan is alles in één keer klaar. Dan lijm ik hem er in één keer op. Zo moet hij komen. Nou, wat ook belangrijk is, is dat deze dingen allemaal op dezelfde hoogte komen te zitten. Als ik de ene iets hoger dan de andere doe, dan komt die scheef te zitten natuurlijk, dat rolgordijn. Dus dat is niet de bedoeling. Ik ga ervoor zorgen dat ze aan de bovenkant allemaal gelijk komen. Ik boor hem maar even voor. Dat hout is zacht, dus ik wil niet te ver of te dik voorboren, want dan heb ik geen houvast meer. Hier een. Dan zit ik dus in het midden en dan kan ik altijd nog een beetje verschuiven als het nodig is. Nou moet ik ervoor zorgen dat die haak zit. Dat zit die ook. Zit die ook. Snotseik. Like a hum. Oké, die zit. Andere kant. Lekker, die vol zo hier op mijn gordijn. Druk ik die erin. Er mag geen speling tussen zitten van Ome IKEA. Naar deze kant. Dat wordt lastig. Want
want ik moet eigenlijk dit ding er gelijk in proppen. Want hier mag geen speling tussen zitten. Hij moet er gewoon strak op. Oh, ik zie het randje hiervan. Dat komt precies op de plaats te zitten van die buis. Als ik het goed zie. Dus dat betekent dat ik hem op de plaats van de buis moet dit lipje komen. Dan zou die goed moeten zitten. Aan de andere kant, die ding moet er natuurlijk toch in, dus ik kan hem er ook vast in duwen. Dan is dat maar vast gebeurd. Maar dan moet hij wel, als ik er vanuit moet doen, ja, dat maakt wel uit. Ik pak even de handleiding erbij. Nou, ook IKEA zegt dat ik eerst dit ding eraan moet vreubelen. Dus dat ga ik dan maar doen. En dat zal natuurlijk niet meevallen. Door mijn enorme kracht druk ik hem er zo in. Dan moet ik hem aan deze kant aftekenen. Moet deze hier op. Op zich al een mooi systeem. Dat klik je er zo op. Zo. Oké. Dan moet ik deze hier aftekenen. Goed aandrukken. Teken ik hem hier af. Als ik eenmaal één maat heb, dan heb ik ze voor allemaal natuurlijk. Want dat is wel gunstig. Oké. Nou, als het nou mee zit, moet die passen. Maar om dat te doen, zet ik hem wel even vast. Met een klemmetje. Even kijken. Moet hij er zo in. En dan moet deze hier. Hoe is het mogelijk? Als een huis zit hij. Hij zit helemaal goed. Dat is mooi. Maar dit is tricky natuurlijk, hè? Dan hangt dit los. Ja, dan moet ik hem eigenlijk even kantelen, maar dat gaat nu niet. Zo ziet hij goed. Nou, kan ik de volgende hier tegenaan zetten. Dan heb ik die alvast erop. Ja, en dan is het een kwestie van die latten tegen elkaar zetten en de rest monteren. Hier ben ik. Die latten moeten natuurlijk nog gelakt worden. En dan zou ik eigenlijk die dingen eraf moeten halen, maar dat doe ik niet. Ik laat ze lekker zitten en ik lak er gewoon omheen. Want nu zitten ze goed en als ik het nou weer eraf ga halen, heb ik als dat de maat weer net even anders wordt. En dat is niet prettig. Hij moet er wel precies hetzelfde op zitten. Want anders komt hij nog scheef te zitten. Dus even secuur naar kijken. Nou heb ik natuurlijk een probleem, want ik moet die andere helft hier aanmaken. Maar daar heb ik even geen ruimte voor zo. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Best lastig. Ik denk dat het een kwestie van uitmeten wordt. En dat is wel wat problematischer. Nou, toch maar doen. Als ik nou precies de maat tussen de voetjes meet. Nou, dat is 1,40. Dat klopt dus wel. Dus ik moet op 1,40 uitkomen. Dit stukje is 44,5. Dat is 95,5. Daar moet ik op komen. Alles staat één keer in de lak. Dus dit moet even drogen. Het moet nog twee keer minimaal. Maar dat kan ik ook doen als ze in de serre erop zitten. Dus ik denk dat ik ze eerst vastlijn en daarna nog een keer in de chat zet. Achterkant heb ik ook gedaan. Dan houdt die lijn wat makkelijker dadelijk, die kit. Dus dat is wel belangrijk. Ik heb die wel even schoongemaakt. Goed. De rest moet ik nog doen, maar dat doe ik pas als ik die lat erop heb gezet. Dat is iets handiger, want dan hebben we altijd dingen moeten onderdrogen. Kit erop. Ik heb Bostik High Tech. Dat is volgens mij goed.
gewoon hier en daar een kolertje. Dat moet voldoende zijn. Dan klimmer ik ook niet heel rotsje onder. Mocht het er weer af moeten, dan is dit op deze manier iets makkelijker. Ik heb die beugeltjes even laten zitten bewust. Dan kan het daar mooi op rusten. Dan valt het dan niet alleen naar beneden. Dat staat nog net verkeerd eigenlijk, vind ik. Netjes. Next. Komen. Toch? Zo of zo? Ik denk zo. Moet ik even kijken. Dit is het 41. En dit is E40. Dan moet het toch zo. Punt is, waarom ik het niet kon zien, ik heb die dingen omgedraaid. Ik moet namelijk één rolgordijn andersom hangen. Anders hangt hier zo'n hendel voor het raam. Dat kom je dadelijk achter wat ik bedoel. Dat is om die gordijnen open en dicht te doen, maar die zouden precies hier komen te hangen. Dat is natuurlijk niet handig. Heb ik hem liever daar, aan die kant. Dat is ook niet heel handig, maar dat is beter dan voor de deur. Want dan stoot je elke keer je knijt eraan. Dat is niet de bedoeling. Nou, kit erop. Oh. Laatste stukje. Dat past net niet, dat dacht ik al. Dat even als een stukje langer. Maar dat vind ik niet zo erg. Even kijken wat er af moet. 6 mm. Oeh, dat gaat wel heel erg strak. Maar dat is alleen maar goed. Want dan zit die in heel veel plekken strak. Nou, als dit dadelijk droog is, dan kunnen die rolgordijnen erop. Nou, het moment van de waarheid gaat dat allemaal passen. Want dat weet ik natuurlijk nog niet. Ik heb ze verkeerd opgedaan, zie ik nu. Dan gaan we het zo. Nee, ik heb het wel goed gedaan. Dan moet ik even kijken, want deze kan ik in feite niet draaien. Dus hij moet wel op de goede manier erin. Zo dan. En deze hierin. Nou, past in ieder geval. En dan zit ik alleen met het dingetje wat ik er niet uit krijg zo. Kijk, dat lipje moet je er nu aftrekken, dat rode dingetje. Maar dat gaat natuurlijk niet, want het moet die kant op. Dat gaat niet. En als ik hem ervoor die tijd aftrek, dan heb je kans dat die afloopt. Dus ik moet even opletten. Nou, dat is handig. Vergeet de camera aan te zetten. Maar ik heb hem. Ik heb hem iets gedraaid. En dan hoop ik dat hij het doet. Dan moet ik de schaar erbij pakken. Niet tegen dingen doen. En dan niet het gordijn natuurlijk. Oké, nou. Dit is wel een mooi systeem. Dat is wel handig. Nou, mooi. Volgende. Nou, handig.
denk, hij houdt het wel, maar hij houdt het niet. Jongen, dat is niet slim van mij. Hier schijt ik wel van. Nou goed, opgelost, daar zit weer. Dat is lekker handig. Eén advies, laat het wat langer drogen. Nou, ik heb dus een probleem, want ik heb hem nu omgedraaid. Dat kon, ik kon hem losmaken aan allebei de kanten en kon ik hem omdraaien. Maar als ik hem nu aan trek, dan gaat hij omhoog. Hij moet natuurlijk naar beneden. Dus dat gaat helemaal niet, dat omdraaien. Dat is een beetje jammer. Ja, anders komt dat ding hier te hangen, dat wil ik niet. Dus zit er maar één optie op, inkorten. En dan komen die afstandsbedieningen gewoon hier te hangen. Lijkt me een betere optie. Ja, ik heb de verpakking al weggegooid, want de vuilnis kwam vandaag. En ik geef ze gelijk mee, dus ik kan ze ook niet meer terugbrengen. Nou, maar ik moet de boel gaan strijden. Ik heb het uitgemeten. Even mijn lat langs. Trek er even af. Nou moet ik natuurlijk die buis ook inkorten, maar dat doe ik even boven. Nou, ik heb hem af weten te zagen. Ik sla mijn kruisje op de post. Ja, dat ziet er goed uit. Dat denk ik wel. Ja, dan zou die. Nou, dat was krap. Nou, de eerste zit erop. Mijn accu was leeg, dus hij heeft niet alles opgenomen. De tweede heb ik gezaagd. Dus die kan er ook op. En dan moet die wel passen. Kijk, dat is helemaal top. Het werkt mooi, maar ik ben benieuwd hoe het meegaat. Want ik heb niet het idee dat het nou heel erg sterk is. Maar goed, hij zit er in ieder geval op. Hij zit er netjes op. Als je mijn video nou leuk vond, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te geven. Hieronder. Altijd leuk.